Oh, oh my God, it's him! They've overrun the lower levels! Corporate says we should let them through! What? Why? Bij de laatste Doom die op de markt kwam, had de ontwikkeling nogal wat voeten in aarde. Maar dat was aan de kwaliteit van de game uiteindelijk helemaal niet af te merken. Het was echt een uitstekende reboot die alleen maar smaakt naar meer. En dat meer, dat komt er ook in de vorm van Doom Eternal. Weer gemaakt door id Software. En het toffe van deze game is dat het de eerste game is die gemaakt wordt met id Tech 7. De nieuwe engine van id Software. En dat zie je er aan alle kanten vanaf. BFG 10,000 is firing. Dat Doom Eternal zoveel mooier is, dat zie je aan het feit dat alles toch echt wel een tikkeltje gedetailleerder is dan je van de vorige Doom gewend bent, terwijl die er al eigenlijk best goed uitzag. Je ziet dit in de tegenstanders, je ziet dit in de omgeving, je ziet het vooral in de vergezichten, want de levels zien er echt een stuk groter uit en zijn ook een stuk groter. En misschien zie je het nog wel het meest in het feit dat er veel meer variatie in de game zit, in ieder geval in het uiterlijk van de game. Waar de games tot nu toe zich voornamelijk afspeelden op Mars, is dit een game waarin je veel verder gaat. We gaan naar hele andere planeten, met een veel afwisselender uiterlijk vooral. We weten daar nog lang niet alles van, maar het enige dat we er wel zeker van weten is dat we bijvoorbeeld gaan naar de planeet Phobos, die we kennen uit de Doom, maar ook uit de Quake-serie. En die we dus nu met een bezoekje gaan verrichten. Nou, dat we naar meer planeten gaan, dat wil eigenlijk bijna als vanzelf zeggen dat er ook iets meer verhaal in de game komt. Daar moet je je nog steeds niet al te veel van voorstellen, maar een heel klein beetje van een verhaallijn begint zich wel af te tekenen. En daarin ben je nog steeds de hoofdrolspeler, die anonieme Doomslayer, die we kennen uit de vorige delen. Het wil eigenlijk vooral zeggen dat je gewoon in wat meer omgevingen komt en wat meer afwisseling treft. En dat vind je ook terug in je uitrusting. Want alles is een beetje opgewaardeerd. Niet alleen het uiterlijk van de game en de locaties waar je naartoe gaat. Maar ook jij zelf bent voornamelijk opgewaardeerd. Wat bijvoorbeeld blijkt uit je wapenuitrusting. Je hebt meer wapens dan voorheen. Om maar wat te noemen. Je hebt standaard in je uitrusting een shoulder-mounted rocket launcher. Wat tot nu toe vrij ongehoord was. Maar het wordt allemaal wat groter. Wat meer over de top. En het zijn niet eens zozeer alleen maar wapens, want je hebt ook meer uitrusting. De belangrijkste daarvan die hebben we eigenlijk een jaar geleden tijdens de laatste QuakeCon al gezien. Toen liet id Software zien dat je in je uitrusting een meat hook hebt. Een soort grappling hook waarbij je niet overal kan aanhaken. Die je eigenlijk alleen maar aan levende wezens kan haken. Dus je kunt alleen maar het vijanden treffen ermee. En wat je ermee doet is, je werpt je haak, raakt een vijand en trek je er zelf dan razendsnel naar die vijand toe. Om daar bijvoorbeeld de fameuze glory kills te maken die we kennen uit de vorige Doom. Nou, die glory kills die zijn terug en spelen een nog veel grotere rol in de game. Waar in de vorige Doom de glory kills eigenlijk voornamelijk bedoeld waren als een mooie manier om je gezondheid aan te vullen, krijgt het nu een iets uitgebreidere vorm. En het is misschien wel de belangrijkste vernieuwing in de game. Nou, die glory kills die kun je nu ook gebruiken op een andere manier. Je kunt er je harnas mee aanvullen als je een ander wapen gebruikt. Of je kunt er je munitie mee aanvullen als je je kettingzaag gebruikt. Deze nieuwe Doom Eternal krijgt daarmee iets van een soort resource management. Het is heel erg van waar heb ik behoefte aan? Die kill moet ik gaan maken. Maar het is daarmee nog meer dan voorheen. Heb ik ergens behoefte aan? Heb ik tekort? Niet wegrennen, aanvallen. Dat is het motto.
het is natuurlijk niet alleen maar aanvallen. Het motto was ook al een beetje blijf vooral bewegen. En ook dat, daar krijg je meer opties in. Zo zijn er bijvoorbeeld jump pads en portals in de game opgenomen. Die we eigenlijk met name kennen van een serie als Quake. Maar nu ook in Doom Eternal veel terugkomen. Dus het zijn manieren om je in beweging te houden. Om je daar meer opties in te geven vooral. En er zit op die manier ook meer verticaliteit in de game. Hoogte is belangrijker. Dat was het al een klein beetje in de vorige Doom. Maar nu met die jump pads erbij en wat andere opties. Ja, is het gewoon belangrijker om de derde dimensie vooral heel erg in je gameplay te betrekken. Maar je hebt nu ook een double jump waarmee je vooral veel hoogte kunt winnen. En je hebt een dash en zelfs een double dash waarmee je vooruit kunt springen. En zelfs nog een tweede keer vooruit kunt springen. En die laatste twee die kun je combineren. Dus je kunt een double jump en een double dash kun je combineren om lekker ver te komen. Nou, dat laatste, die double jump en die double dash, die wordt weer gecombineerd met een nieuwere eigenschap die ik nog niet genoemd heb, dat is dat je sommige muren kunt beklimmen. Dat zie je, als ze wat wit zijn uitgeslagen, een soort witte steen, dan weet je dat je daar tegenop kunt klimmen. Dat is een wat rare toevoeging in de game, want die haalt nou juist heel erg het tempo eruit. Zeker in stukken waarbij je van een soort platform naar platform springt, in een soort traverse periode. Er zit een aantal van dat soort stukken in de game die ik persoonlijk wat minder geslaagd vond, omdat ze de vaart er heel erg uithalen. Maar in zijn algemeenheid kunnen we stellen dat er in Doom Eternal alleen maar juist meer bewegingsvrijheid zit. Nou, dat je zoveel meer opties heeft, daar staat natuurlijk wel tegenover. Want er zijn ook meer vijanden. Zo zijn er een aantal klassiekers terug die wel in voorgaande delen van de serie zaten, maar niet in de voorgaande Doom. De Archvile en de Ragnarid, om maar wat monsters te noemen. En nieuw daaraan is dat die sommige daarvan stukken hebben die je eraf kunt schieten. Wat hele grote armkanonnen die je er eerst af kan schieten. Of de Ragnarud die een kanon boven op zijn hoofd heeft die je eerst kapot kan schieten voordat je hem kunt killen. En vooral veel grotere monsters. We hebben een aantal echt tegenstanders gezien zo groot als een flatgebouw. Dat is iets wat in Doom nog niet heel vaak zijn tegengekomen. Maar dat gaat dus wel komen in Doom Eternal. Kortom, id Software doet er echt alles aan om de game nog meer over de top te maken. Het is vooral veel. Het is meer van alles. Het is groter. Het is heftiger. Je kunt beter jezelf redden door glory kills te maken. Je hebt meer bewegingsvrijheid. Alles is groter, beter, heftiger, meer. Eigenlijk precies wat we van Doom willen. Het enige dat we nog niet weten is wanneer de game uitkomt. Want daar is nog geen datum voor bekend. Dus het is eigenlijk vrij onaannemelijk dat de game nog dit jaar op de markt gaat komen. We weten wel voor welke platformen. Voor Windows, Xbox One, PlayStation 4 en voor de Switch.